Welkom Erik Noterman. U bent CEO van de Van Boer Groep. Het is geen evidente taak, lijkt mij zo, als u ziet hoeveel divisies en activiteiten er in de groep aanwezig zijn. Hoe krijgt u dat allemaal rond? Voor u lijkt dat misschien niet evident, maar voor mij is dat zeer zeker wel. Om de simpele reden dat ik het nu eenmaal heel graag doe. We zitten in een boeiende sector met heel veel afwisseling. Elke dag ziet er anders uit. Elke dag andere mensen, andere contacten. Dus voor mij is het eigenlijk vrij evident. U bent een tandem met Jo van Boer. Hoe was eigenlijk de wisselwerking, de overstap? Want sinds, als ik het goed begrepen heb, sinds twee jaar en een half, hebt u de functie als CEO daar overgenomen? Ja, inderdaad. Ik ben als extern CEO, want tenslotte als Van Boer Groep zijn wij vandaag nog altijd een familiebedrijf. Ik behoor niet tot de familie, dus ik ben als extern CEO toegekomen ongeveer 2,5 jaar geleden. Komende vanuit een grote multinationale groep naar een familiebedrijf overstappen, is een geweldige ervaring geweest voor mij. Omdat Jo is een ondernemer, puur sang, ziet dingen, ziet opportuniteiten die ik totaal niet zie als manager. Ik volg eigenlijk in het kielzog van Jo. Hij ziet de opportuniteiten, de kansen, neemt ze vast en ik ga ze achteraf afwerken. Dus wij zijn inderdaad, zoals u zegt, een ongelooflijke tandem. Prachtige tandem, ja. Jullie zijn een oer-Vlaams bedrijf en toch zetten jullie voet aan wal in Brazilië. We zijn inderdaad oer-Vlaams, want Jo van Moer en zijn echtgenoten zijn de stichters van de firma. Het noemde toen nog niet Van Moer Groep, want Jo was helemaal alleen toen. Maar zijn vandaag ook nog de aandeelhouders, de familiale aandeelhouders van onze groep. Maar anderzijds heeft Jo samen met zijn echtgenote Anne heel vlug beseft dat wij moesten diversifieren, maar ook moesten zorgen voor een geografische spreiding. En om die reden zitten wij vandaag buiten België, zijn wij actief in Roemenië en in Brazilië. Dat is al ver van huis, hè? Dat is vrij ver van huis, ja. Zeker wat Brazilië betreft. Maar dichter bij ons werken jullie ook sterk samen met de haven van Antwerpen. Hoe ziet u dat beleid daar? Is het een makkelijke samenwerking of kan die groei beter? De haven van Antwerpen is voor ons natuurlijk heel belangrijk, want dat is onze bakermat, daar ligt onze basis. De samenwerking met het havenbeleid zelf die verloopt perfect, zou ik durven zeggen. Alleen moeten we natuurlijk zien, als we het iets ruimer bekijken, naar Vlaanderen toe, waar Vlaanderen toch pretendeert een logistieke draaischijf te willen zijn. En dat zijn we ook. Alleen zijn er toch een aantal bedreigingen. En dat is één, mobiliteit, die toch echt vastloopt in Vlaanderen. En twee, de arbeidsorganisatie binnen het havengebied. En die twee zaken zijn toch heel belangrijk naar de toekomst toe, om een logistieke draaischijf te kunnen blijven binnen Europa. Het zijn twee punten die heel zwaar doorwegen en waar het zal van afhangen. Hoe ze benaderd worden, hoe ze beantwoord worden. Die wegen zwaar door in onze kosten, in onze efficiëntie, in onze flexibiliteit. En spijtig genoeg moeten wij daar vaststellen dat die trein heel, heel traag rijdt. We zien er heel weinig verbeteringen. Integendeel zelfs, we gaan eigenlijk bijna elke dag achteruit. Maar toch, Van Moer Groep leek wel echt een sprookjesverhaal. Totdat plots 2008 ongeveer de crisis daar aankwam. Hebben jullie daar dingen uit geleerd? Hoe zijn jullie eruit gekomen? Want jullie zaten op dat moment diep. 2008, ik was toen nog niet aan boord, maar ik kan u inderdaad wel zeggen dat een jaar was van bloed, zweet en tranen voor de ganse Van Moer Groep, want er was net een investering gebeurd die operationeel geworden is in oktober 2008. En in november 2008 is de crisis in de haven, in de logistiek echt toegetreden. We zaten met lege magazijnen, met vrachtwagens die stilstonden bij ons op de parking. Geen werk. Dat was een drama tot en met. En het is alleen met doorzettingsvermogen dat Jo en Anne met het ganse team erin geslaagd zijn. Blijven geloven in het verhaal. Blijven zoeken naar nieuwe klanten, de bestaande klanten. Blijven verzorgen. En doorzettingsvermogen. Er echt blijven in geloven. Zou daar het idee gegroeid zijn van de multimodale transporten om daar verder uit te groeien? Of bestond het al eerder? Het of is idee, het uit de crisis gekomen? Het idee bestond al, zeker wat het spoorvervoer betreft. Maar uiteraard heeft dat mij aanleiding gegeven om nog meer te gaan inzetten op heel het intermodale vervoer via spoor, via water. Wij zijn dan wel qua origine een transportbedrijf, want zo zijn we begonnen. Jo van Moer als vrachtwagenchauffeur zelf, helemaal alleen.
24 jaar geleden. Vandaag is eigenlijk onze betrachting als logistieke dienstverlener om zoveel mogelijk vrachtwagens van de baan te krijgen en over te brengen naar water en spoor. Dat is een gekke benadering als u weet, als iedereen weet toch dat het bij transport dat het daar gestart is geweest. Heeft het misschien een beetje te maken met de ecologische voetafdruk? Heeft, uiteraard is dat ook iets wat belangrijk wordt, heel die duurzaamheid, heel die ecologische voetafdruk. De crisis heeft ons ook daar weer wat parten gespeeld, omdat de duurzaamheid nog niet zo duurzaam was toen. Heel de overschakeling van het baanvervoer naar spoor en water heeft er toch wel een deuk gekregen, omwille van kosten destijds. Maar het idee is daar zeker verstevigd, ja. Jullie durven over heel de lijn jullie nek echt uit te steken, want jullie hebben het zomaar in elkaar gestoken voor Umicore, voor een dedicated terminal het gebouw te hebben, maar voor één bedrijf. Voor één bedrijf, ja. Daar doen wij het vervoer van de containers voor Umicore van en naar de Antwerpse haven via het water. Dat is over een luttele afstand. Moesten we dat 10 jaar geleden gezegd hebben, we gaan de containers van Umicore vervoeren naar de haven van Antwerpen vanuit Hoboken via Lichter. Ik denk dat ze mij zouden opgesloten hebben, moest ik dat toen hebben gezegd. Vandaag zijn er natuurlijk andere redenen. Buiten alleen maar het financiële aspect, buiten het economische aspect, zijn er ook maatschappelijke redenen. En om die reden zijn wij erin geslaagd om dat vervoer over te zetten naar het water. Het is ook duidelijk beloond, want jullie hebben daar de innovatieprijs voor gewonnen. Dat moet toch een hele eer zijn? Dat is een hele eer om zo'n prijs binnen te halen. Dat in combinatie, het Umicore-project met het project wat we bezig zijn voor het Vlaams huisafval ook te gaan vervoeren via de waterwegen. Wat vandaag neerkomt op een 18.000 vrachtwagens jaarlijks die van Vlaams-Brabant naar de verbrandingsoven in de Antwerpse haven moeten. Dus die moeten allemaal door de Kennedy-tunnel. En daar zijn we nu een pilootproject bezig om ook dat vervoer over te brengen naar het water. Hier hebben we ook het beursplatform natuurlijk. En daar tegenover staat Easyfair. Hoe zie je daar de Belgische sector daar tegenover? Ik denk dat het voor onze sector, zoals waarschijnlijk voor de meeste sectoren, toch wel belangrijk is. Ten slotte zaken doen gaat over mensen. E-commerce kan dan wel bestaan in B2C, maar de business waarin wij zitten, het draait om mensen. Dus onze klanten en potentiële klanten tegenkomen op 2 dagen, zoals het nu het geval is hier op de beurs, is voor ons toch wel heel belangrijk en lonend. Ja, contacten zijn belangrijk en diversiteit naar buiten toe, want jullie durven in de toekomst nog projecten aangaan? Wij hebben nog een aantal projecten op stapel staan. Wij zijn enorm gegroeid eigenlijk sinds het bestaan. Maar we hebben nog heel veel plannen, we hebben nog heel veel ambities. Ik mag er nog niet over uitweiden volledig. Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar ik kan het wel algemeen houden. Goals are dreams with a deadline. En we hebben er nog een aantal in onze schuif liggen, waarover de komende maanden wel meer kan gezegd worden. Daar wacht jij graag op het antwoord op. Maar ik heb nog een laatste vraag. Passie is duidelijk aanwezig in het vak bij de Van Moer Groep. Maar misschien ook nog even de passie van u vertellen, wat jouw passie tegenover logistiek staat. Die passie komt eigenlijk vanuit de verscheidenheid. Elke dag is anders bij ons. Elke dag zijn nieuwe contacten, zijn andere mensen. Heel veel samenwerken met mensen. De mensen in onze eigen firma's, want we hebben wel een aantal firma's, zijn ook de assets, ons human capital. Dat is hetgene waar wij het verschil kunnen maken. Investeren is makkelijk, daar heb je geld voor nodig. Groeien is moeilijker, want daar heb je de juiste mensen voor nodig. En al onze mensen werken met heel veel passie en talent aan onze toekomst. Oké, dat is een mooi antwoord. Dankjewel, meneer Erik Nodderman. Dankjewel.